hij lekt niet. Je gooit het er gewoon overheen. Ja, je zag zo er tussenuit lopen net. Ja. Nou, het probleem was dat hij dus onder het rijden ineens ermee uitscheen. Maar hij trekt dus op een gegeven moment... nou trekt hij volgens mij zijn benzine aan. Ik huik het. Want we hadden dus ook op een gegeven moment geen benzine meer. Hè? Oh. En als die wagen dan op een gegeven moment een beetje uit het lood slaat... Ja. En er zit te weinig in, dan, dan trekt hij op een gegeven moment die benzine niet aan. Rijdt hier 1 op 2? 2 op 1. Je gaat niet elektrisch maken, toch? Het is, nee, schijt het uit, hé. Nee, we houden het natuurlijk wel nostalgisch, Ronald. Hup, schijt uit de CO2. Ja. Nee, misschien dat er gas in komt naderhand, maar voorlopig nog niet. Wow. Oh, er komt de ANWB ook al. Oh, ben je gewacht? Zo. Wat snel. Hey, een Amerikaan, die gaat altijd goed. Dat is goed. Lopen ze altijd. Ja, hartstikke leuk. Altijd leuk om aan te werken ook. Ja, zeker weten. Kijk eens. Wat gaat hij nou? Ja, zeker weten. Nou, zeg hé. Maar dat krijgen alleen de leden zeker. Ja, af en toe hebben we wel zo'n kleine. Eigenlijk hebben we ze niet. Ik had er een paar. Dus, Platinium, hè, ben ik. Dan heeft hij 84. Oké. Platinium? Ja. Volgende keer een enveloppie. Hey Vlerke, goeie reis. Ja, dankjewel, Telde. Ik hou jullie in de peiling hoor. Yo. Oké. Schitterend man.